Hier volgt een waarschuwing. Dit verhaal is niet geschikt voor dierenvrienden en zeker niet voor vegetariërs. Blijft u kijken, dan bent u waarschijnlijk niet vies van oma's malse gehaktbal. Of een lamskoteletje, kippenpootje of varkenshaasje. Of zelfs een heleboel gehaktballen, lamskoteletjes, kippenpootjes en varkenshaasjes. Per Nederlander consumeren we jaarlijks ongeveer 43 kilo vlees. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 50 jaar geleden, toen het stukje vlees een vast onderdeel van de dagelijkse maaltijd begon te worden. Van die 43 kilo per jaar is vooral varkensvlees tegenwoordig in trek. Dan kippen, ander pluimvee en rund- en kalfsvlees is nu minder populair. Dat eten komt niet zomaar op ons bord. Omdat niet alles van het dier eetbaar is, moet voor die 43 kilo die we per Nederlander jaarlijks eten, bijna het dubbele aan vee worden geslacht. En voordat die beesten voer worden, moeten ze eerst zelf zijn gevoed. Voor 1 kilo biefstuk is al gauw 25 kilo voer nodig. En om dat te oogsten, weer heel veel landbouwgrond. Nu al wordt 1/3 van alle landbouwgrond ter wereld gebruikt om veevoer, zoals graan en soja, te verbouwen. Vooral in de derde wereld worden steeds meer immense landbouwarealen aangelegd. Met grote gevolgen voor moeder aarde. Voor onze gehaktbal en biefstuk wordt jaarlijks een gebied in het Amazone-regenwoud gekapt ter grootte van 20.000 voetbalvelden. Wie rijk is, eet vlees. En wie rijker wordt, gaat meer vlees eten. In het rijke Westen wordt nog altijd 2 keer zoveel vlees geconsumeerd dan elders op de wereld. Maar de grote sprong in vleesconsumptie wordt in Azië verwacht, met name in China, waar de welvaart sterk begint toe te nemen. De Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie waarschuwt dat tot 2050 de vleesconsumptie met 73% zal toenemen. Dat betekent een verdubbeling van de veestapel en een nog veel forsere milieubelasting. Als er tenminste niet iets drastisch verandert. Moeder Aarde zucht en dreigt het slachtoffer te worden van onze honger naar vlees.